Wij zijn hier bezig met een clean-up actie. Onze partijen hebben onze leden opgeroepen om mee te helpen het goede voorbeeld te geven in de stad. En het vuurwerkafval wat er helaas altijd overblijft samen op te ruimen. Ik vind wij ook veiligheid heel belangrijk. Veiligheid van mensen, van onze burgers, maar ook van hulpdiensten. Het vieren van dit feest wordt steeds heftiger, lijkt het. En ook dit jaar zijn er weer politieagenten aangevallen. Zelfs met vuurwerkbommen. Dat moeten we niet normaal gaan vinden. Ja, voor ons is natuurlijk één onderwerp wel heel belangrijk. Dat is namelijk de overlast die het geeft aan dieren. En dan hebben we het niet alleen over huisdieren, dus je hond of je kat die trillend onder de bank zit. Maar ook over in het wild levende dieren, namelijk vogels die er last van hebben. Of dieren in stallen die niet kunnen vluchten, maar wel vluchtgedrag willen vertonen. Die hebben er heel veel last van. Zo raken vogels heel erg in de war van de knallen en het fijnstof in de lucht. Waardoor ze soms zo hoog vliegen dat ze uitgeput raken en gewoon dood neervallen. Dus het is eigenlijk voor dieren wel een heel vreselijk moment van het jaar. Het is een strijd van lange adem. Er is een mentaliteitsomslag nodig. Daarom willen wij ook centrale shows, dus één keer in het jaar, dat door professionele mensen wordt afgestoken, zodat het de overlast beperkt wordt voor mens, dier en milieu.